In de vorige aflevering moesten we van Kawibus op zoek naar een kompas in de oude klokkenfabriek. Die hebben we gevonden en nu moeten we naar zijn kluis in de ondergrondse tocht. Het speciale kompas heeft namelijk een tweede ingang naar de catacombe onthuld. Er bevindt zich een luik op de binnenplaats. En daar moeten we nu naartoe. Dat is namelijk hier ergens onder deze klokjes. Even kijken, Kawibus heeft het gemarkeerd en het is blijkbaar hier. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik zie daar inderdaad een ster. Oh, daar moet inderdaad de kompas in. Zo, en dan waarschijnlijk draaien. En dan, ja. Oh, hij doet het zelf. Oh, oké. Het is een spookkompas die gewoon uit zichzelf werkt. En hier komt het luik tevoorschijn. Oké, en dan moeten we naar de ondergrondse kelder. Let's go, Luigi. Hoe voelt dat? Voelt het stevig? Ja, gaat het goed? Een beetje tikken? Oké, ik zou er even vanaf stappen. Net te laat. Daar ligt hij alweer op zijn snuffert. Nou, we hebben een klus. Op zoek naar een kluis. Oh my god, wil jij een steen op mijn hoofd gooien? Is dat wat jij aan het doen bent? Kom eens hier met die steen. Hier. Mijn steen. Hoppa. Hier komen jij. Ouwe vlerk. Wat is er met dit bed aan de hand? Oké. Er ligt daadwerkelijk echt een spook onder het bed. Oh, dat was echt een nachtmerrie vroeger, hè? Ah, dat is niet echt zo. Spooks bestaan gelukkig niet. Dat scheelt. Maar doen ze dat even gewoon net alsof er wel een spook onder je bed kan zijn. Oké. Hier zit... Kom maar. Een robijn. Een diamantje. Achter het schilderij. Die nemen we ook mee. En dan... Dan moeten we hier doorheen. Hoe gaan we dat bewerkstelligen? Is er iets in deze kast? Ja. Oh, hier is iets. Oh, een bom. Oké. Zou ik die steen hierop moeten leggen? Dat dit zakt en dat daardoor de poort open gaat? Ja, kijk. Dat is het. Meestal krijg je hetgeen wat je in die kamer krijgt niet voor niks. En dit keer was het inderdaad iets met die steen. Zit er nou weer een bom? Alles ontploft hier, joh. Wat een gekke. Hier kunnen we gewoon in de muur boren voor munten. Als we de andere kant op boren. Gebeurt er dan ook nog wat anders? Nee. Oké, we gaan dan deze kant op. Kunnen we alvast kijken wat daar binnen gebeurt? Er zit iets achter die deur daar. Laten we daar toch maar naartoe gaan. Oké. Wat zit er achter deze deur dan? Oké, we zitten opeens in een mega... hoe noem je dat? Een zandloper. Ja, dit is gevaarlijk. Oké, dan moeten we eerst deze pakken. Hier komen. Ja, lekker. Oké, dan zijn we op tijd voor de volgende. Zijn dat er dan twee? Kan ik alvast deze doen? Die gaan we eerst openmaken gelijk. Open. En dan gaan we deze ook openmaken. Anders kunnen we die niet meer openmaken. En dan gaan we ze proberen tegelijk te pakken. Moet ik wel even goed timen nu, hè? Kom op. Oké, dat is één. En nu twee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, lekker. Ja, oké, die hebben we ook te pakken. Rennen. Oké, luig. Snel. Nu deze. Open. En die andere open. Halen we het nog? Ja, nog net. Lekker. En dan tegelijk. Ja, 100% scoren. Let's go. Heel nice dit. Lekker gedaan hoor, Luig. Ik ben trots op je. Nice. Gewoon volledige monies gepakt hier zo. That's the flats. Oké, dus dat zat erachter. Nice. Kunnen we hier naartoe door deze deur? Dan zijn we daar achter. Ja. Moeten we even die spin kapot maken. Oh, die spin die zit daar. Dat is een spiegel. Hij zit hier. Kijk. Dat hadden ze even leuk gedaan. Dat vertekende wel. Oké, er ging even wat achter mij langs daar, hè. Hij zit nu hierin. Waar is hij? Oh, hij is hier. Hij is niet daar. Oh, cool. Wow! Waar is hij nou? Daar is hij. Lekker. We gaan hem pakken. Wat is de verlot? Oké, dan mogen we nu door deze deur. Ja, hier zitten zeker weer bommen in, zie je? Ik laat ze ook lekker ontploffen, gewoon die bommen. We willen niks mee te maken hebben. Oh, hier zit ook een bom in. Ja, op een gegeven moment zit er een keer geen bom in, hè? Wat hebben we hier allemaal? Wow, we hebben een sacrofaag. Daar is zeker wat mee aan de hand. Kijk, die ogen. Die ogen volgen mij. Oké, hondenbot. Kijk, die ogen, die kijken gewoon naar mij. Dit is super eng. We gaan hier aan trekken. Ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt. Maken we de muur kapot? Ja, en dan? Oh, dan worden we gebeld. Je bent behoorlijk diep afgedaald. Je moet de tunnel... De oude kerkhoffabriek is blijkbaar bovenop een ruïne gebouwd. Wees voorzichtig, ik heb geen idee wat er daar beneden schuilt. Maar er liggen in ieder geval wel de wijzers. Nou, en dat is ons doel, dus dat komt goed. Wat zou er gebeuren als ik zijn ogen flash? Niks. Kan ik hem... Ik kan hier niks mee. Ik heb echt het gevoel dat hier iets mee is. Nou, dan gaan we maar hier naartoe, hè. De groeven glijbaan. Oh jee, we gaan weer glijden. Oké, daar gaan we. We gaan monies pakken. Yeah.
Hey, lekker. Heerlijk. Ja, het gaat wel hard met het geld hier zo, hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Oké, hier naartoe. Dit is de steengroeve. En we moeten naar die deur daarboven. Hallo, spin. Hallo. Ben ik hier doorheen? Dan moeten we gewoon hier naartoe. Oké, maar ik moet naar boven. Ik loop er nu toe alleen maar naar beneden. Ik kan dit mijn karretje pakken, blijkbaar. Dus deze stukje verder schuiven. Tot die, denk ik, onder dit zand komt te liggen. Yo! Oké, spook is boos. Ik heb me wakker gemaakt. Sorry. Nou ja, geen sorry eigenlijk. Maakt me niet uit. Hutsuki idee. Jullie moeten gewoon gevangen worden. Dat is het enige. Oké, ze gaan allemaal naar boven met scheppen. Dan ga ik ook naar boven. Oh, daar is die. Oké. Kom dan. Ik heb er één. Hier. Oké, dat is de eerste. Kan ik die scheppen niet opzuigen? Nee, ik moet ze laten slaan. En dan kan ik ze pakken. Oh, die gaan mij pakken. Maar lekker mis. Oké, nog een keer. Ja. Mis. Lekker dit. Hartstikke idee. Oh, ik dacht dat het was, maar er zijn er nog meer. Oh, jullie gaan ook weer scheppen pakken. Ik dacht dat het klaar was met die scheppen, maat. Pak jullie gewoon allebei tegelijk. Gewoon een combo. Hoppa. Easy. Nog meer? Zijn jullie nou klaar? Oké, kunnen we hier iets met die deur? Oh, er is nog één groot spook. Oh, er zijn nog meer grote spoken. Schrikspoken. Daar. Zijn het er twee? Oh, er zijn er drie. Ze komen altijd met z'n drieën, deze gasten. Gaan ze me weer laten... Stop. Stop daarmee. Pak ze. Elke keer als ik eentje beet heb, dan komen die anderen weer. Misschien moet ik ze eerst gewoon alle drie laten schrikken. Dat is één. Dat is twee. Dat is drie. Nee, ze zijn te snel. Of nee, het werkt wel. Kijk, en dan deze twee tegelijk. Ja. Komt u maar. Zo, er waren aardig wat spookjes hier in deze kamer, zeg. Potverdorie. Is toch niet normaal? Kan ik hier nog een brug maken? Ja. Kijk. Zo. Hé, en dan komt er nog een boe. Boei Leon. Zal ik je laten sudderen of in je eigen sop laten gaan koken? Kom maar gewoon chillen. Kom maar gewoon chillen met je tong. En kom maar gelijk nog een keer, joh. Nee? Oké, nou dan ga ik eerst munten pakken. Oké, waar ben je? Daar ben je. Easy. Boink, 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 boink. Yes, kom maar hier, jongen. Wat is die flatsie? In de stofzuiger. Alright. Dan is hier nog een kist met heel veel geld. Zo. Ik heb straks een upgrade te pakken, jongen. Ik heb bijna 1000 munten in dit level. Holy moly. En we zijn er nog niet. Dat zouden we in de fik moeten doen, denk ik, eventueel. We zijn weer allemaal spinnetjes. Spinnerex. Kist. Ja, die 1000 gaan we nu wel aantikken, hoor. Jemig. Lekker dit. Hoi, spin. Doei, spin. Oké. Yes. Gaan we deze in de hands doen? Zo. Kan ik die spin ook in de hands doen? Ja. Nice. Zo. Lekker. Oh, dit zijn echt duistere geluidjes ook de hele tijd. Heel onheilspellend. Eerst even deze weghalen. En dan gaan we even hier naartoe, want hier is ook nog een gangetje, zie ik. Oh, meer fluizen. Kijk, allemaal spinnen hier. Allemaal gouden spinnen. Hartstikke idee. Daar nog één. Top. Oké, dan gaan we nu hier naartoe. Oh, als we dit goud pakken, gaat er iets gebeuren. Hè? Dit is een graftombe. Oh, moeten we echt in de tombe gaan kijken? Hebben ze daar de wijzers verstopt? Wat ligt hier? Oh, dit is iets heel moois. Ja, het is een wijzer. Oh. Maar die wordt ons niet zomaar gegeven, want het is een big brain spook. Ja, kom dan. Dan gaan we vechten. Zo, even diep ademhalen. Wat hoor ik? Oh, nee. Het is een mummy. Zo, die is ook aardig groot ook trouwens. Jemig. Ik denk dat ik gewoon... Oké. Ik moet hem denk ik proberen te laten grijpen. En dan... Wacht, eerst even deze Pokémon. Oh, rustig aan, jongen. Oké, dan valt hij. En dan kan ik natuurlijk zo... Hartstikke idee. Kan ik hem laten draaien. En daar is een spook. Super grappig. Deze spook wilde graag een mummy zijn. Oh, dit is hilarisch. Kan ik ze niet even wat sneller dit laten doen? Als ik ze verblind of zo. Oh, kijk, ja. Kijk, eentje is al boos. Ja, ik moet ze verblinden. Ze moeten alleen nog vallen nu. Kan jij even vallen? Tegen de muur? Kom hier. Val.
val. Ja, kijk, top. Toppie. Dus één. Die andere ook. Ja, die andere zijn we net te laat mee. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we deze spook even zo in de stof zuigen. Yes. Oké, kom maar. Ik ben hier. Ik ben hier. Nee, ik ben hier. Je moet tegen de muur. Hier, kom. Goed zo. Oh, wat ziek idee. De laatste. Denk ik. Hoop ik. Hallo. Deze hebben ze wel echt leuk gemaakt. Hebben ze echt goed gedaan. Dit zag er echt heel grappig uit. Ja, Caribus, wat is er? Ik ben ondertussen mummies aan het verslaan, hè? Hoe gaat het? Gaat het nog goed? Zag je dat spook met een groot hoofd? Hij ging er vandoor met de wijzers van de klok. We moeten hem zien te vinden. Ik pixelpteer nu terug, dan nemen we ons plan door. Oké, we hebben nog steeds geen wijzer gevonden. Potverdorie. Knap staaltjewerk. Spoken die zich als mummies hebben vermomd om je dood te lachen. Laten we die goochem gladianus maar in de kluis stoppen. Zeker weten. Oh, ik heb bijna een upgrade te pakken voor de stofzuiger. Die groothoofdige klopgeest die de wijzers heeft gestolen kan wel eens een probleem worden. Toen hij verscheen sloeg de periscoop op tilt. Dus hij moet wel heel sterk zijn. En aan de andere kant maakt die kracht het makkelijker om hem op te sporen. Neem jij maar een kijkje in de kluis terwijl ik de oude klokkenfabriek scan. Een van de spoken heeft geprobeerd uit te breken. Wat gaan we allemaal doen in de volgende aflevering? Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je daar. Mazzel!